Navy, we gaan naar huis. Oh my god, ze worden sowieso vriendjes. Ja, dat is wel een beetje spannend, hè? Lekker kippie. De goodie bags. Ja. En wereldstekker. Wat wil je doen? En ik snap dat iedereen een andere manier van opvoeding heeft. Oh my gosh. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. En vandaag is een hele bijzondere vlog die online komt. Ik ga in deze vlog namelijk mijn eigen puppy ophalen. Morgen is de dag. Ik heb dit 3 weken geheim gehouden. Op zich niet heel lang, want we hebben al geluk dat we hem zo snel op mogen halen. En met we heb ik het over Ken en mij, want we hebben de puppy samen. Nee, we wonen nog niet samen, maar we zijn wel altijd samen. En we wilden mega graag een puppy samen. Nou, misschien heel veel vragen, die zullen in deze vlog allemaal duidelijk worden. Maar ik kon gewoon niet wachten om dit te delen. Ik vind het fantastisch. Jullie hebben het al een beetje kunnen zien. Ik heb de afgelopen vlogs wat dingen nog verborgen moeten houden. Maar er staat hier onder andere een trappetje, want het wordt een heel klein hondje. Er ligt hier een mandje met het allereerste speeltje erin, deze. En ik heb dus nog meer dingen, maar dat heb ik allemaal achter slot en, hoe noem je dat? Achter slot en grendel, achter, ik weet het niet. Verborgen in ieder geval. Dat staat namelijk hier. Ik heb namelijk al een mand, een tas, de lijn met zijn halsbandje. Echt zo cute allemaal. Ik heb het vorige week of 2 weken geleden allemaal uitgezocht. En nu, ja, is het zover. Morgen ga ik hem ophalen. Ik kom echt net thuis, maar ik bedacht me opeens, oh mijn god, ik kan het eindelijk vertellen. Een klein vragenrondje. Nou ja, ik heb katten, maar de hond die we krijgen, of de puppy die we krijgen, is een mini Maltipo. Dus die is zo klein ongeveer. Mega leuk ras. Bibi heeft zelf een Maltipo, dus oh my god, ze worden sowieso vriendjes. Hij gaat Navy heten. En het moet goed komen met mijn katten. Nou, Bruno die is ondertussen al gelijk aan het aanvallen. De katten zijn de afgelopen tijd ook extra lief. En ik heb bijna het gevoel, hoe? Alsof ze in de lucht voelen dat er een maatje voor ze aankomt. Ik ga deze even een plekje geven hier. Dat vind ik wel heel erg leuk. Oh ja, en nog het belangrijkste ding. Ik zou Navy dus woensdag gaan ophalen samen met Ken. Als hij terug is van zijn interperiode met Jong Oranje. Maar ik ga hem als verrassing al morgen ophalen. Dat als hij thuis komt, dat Navy er al is. Want hij kan niet wachten. En ik natuurlijk ook niet. Dus ik ga hem verrassen. Extra leuk als hij terugkomt. Ik ga hem morgen ophalen met mama. Maar ja, zoals ik al zei, er wordt gewoon veel meer duidelijk in deze vlog. Maar het eerste wilde ik in ieder geval verteld hebben. Ik kan echt niet wachten. Echt helemaal zin in. En ook vooral omdat ik jullie nog niks heb kunnen vertellen. Laatste vlog zei ik al elke keer van, oh my god, er komt zoiets leuks aan. En nee, het is dus niet iets wat ik nog ga uitbrengen of whatever. Komt ook nog misschien. Maar ja, in dit geval dus onze puppy. Goedemorgen. Het is vandaag de dag, dinsdag. Het is op dit moment 7:00 ochtends. De katten hebben dit mandje al omgegooid met speeltjes. Dit was even een... Was dat een tactische aanval? Waarschijnlijk wel, hè? Nee, waar ik de kat op moet halen, waar ik de pup op moet halen is in Brabant, ver weg. 1,5 uur rijden minimaal. Dus ik ga nu nog even sporten, even lekker bewegen voordat ik straks ongeveer 4 uur in de auto zit. Maar ja, dat moest dus wel vroeg. Ik denk dat ik lekker heen ga lopen. Dan even op de Stairmaster ga en dan weer terug. Dit is de tas die ik meeneem. I'm ready. Oh my god, ik heb net gesport en ik... Ik ben helemaal rood, maar het is zo lekker. Ik ben lekker heen gelopen naar de sportschool. Echt zonder telefoon, zonder oortjes. Ik heb alleen maar naar de vogeltjes geluisterd. En nu ben ik bijna terug. Het is bijna 8:15. Ik moet om 9:30 weg, dus perfect. Even douchen, ontbijten, spullen pakken. Ik heb ook wat filmpjes van toen we voor het eerst waren kijken. Dat was dus 3 weken geleden. En die zijn zo ontzettend cute. En ik zal die nu even in beeld doen. Dus 8:30. Ik ben net terug, maar ik ga eerst even wat dingen verzamelen die ik mee moet nemen voordat ik dat vergeet. In de auto. Ik neem meerdere dingetjes mee. Deze had Ken uitgezocht. Ik haat dit ding, want ik had mezelf voorgenomen om dit niet te doen. Maar hij zei heel terecht, weet je, die hond
vind dat ook leuk. Deze neem ik mee. Dan gaan we naar de kast. Ik heb hier een tas waar die dus in kan. Met daarin een kleedje. Nou, daar doe ik deze dus even bij. Dit is echt het cutste ooit. Ik zie er ook echt niet uit. Kijk hoe ik erbij loop. Oh, wacht even. Dit is dus een haltertje. Ik moet dit er nog even af. En al deze dingen heb ik gekregen van de Doc Boutique. Instagram staat hier even in beeld. Ik ben er zo blij mee. Echt allemaal leuke dingen. Maar kijk, dit is dus. Die doet hij om. En dan heeft hij hier de letter N hangen van Navy. En echt een mega mooie kleur. Dus deze gaat mee. Ik weet niet of hij onderweg moet. Maar poepiezakjes. Hier nog van die trainingsmatten. Ik neem er gewoon 4 mee. Deze gaat mee en dan wil ik nog eventjes snoepjes. Een uurtje verder. Ik heb me klaargemaakt, mijn haar gekruld, me omgekleed, spullen mee. Mama is bij mij en wij gaan op naar Davy om die op te halen. Ik zei net al, mam, ik ben al zo verliefd op die hond en ik heb hem nog niet eens. Wil jij de deur open doen? Oh, kijk. Het is bijna naar mijn... Oh, ik voel het echt naar mijn benen. Ja. Oh, ook nog een deur bijna tegen me aan. Oh, ik moet wel nog tanken, denk ik me nu. Nou, ik kan jullie niet vertellen hoeveel buikpijn ik heb. Oh, mijn god. Maar ja, we zijn er. Tijd om Navy op te halen. Ik heb nog even niks bij me. Maar ja, ik hoef hem alleen maar de auto in te doen. Excited! 12:50. Nou, mama, ik moet dus verkocht dan allemaal. Mag je mee? Vind je mooi? Ja. Ik kon echt niet wachten. Even jullie de dag dan invullen nog, Katie? Wil je even zien hoor, hoe mooi je bent. Ja. Baby. Ben je een ongekomen voeder? Nee, de Nee, we gaan naar huis. Ach, ik ben zo verliefd op jou. Hij trilt wel nog een beetje. Maar ja, die hond weet natuurlijk ook niet wat hem overkomt. En? Ja, echt heel cute. Ik had wel verwacht dat hij kleiner was. Ik dacht ook dat hij nog... Hij is echt gegroeid. Hij is echt gegroeid. Oh, hij gaat echt trillen. Ja, maar het komt goed. Goed teken, hij is hem al heel de tijd lekker aan het likken. Hij wordt nu een beetje, ja, allemaal frisse lucht. Lekker naar de auto, mama die rijdt terug. Ik heb wel honger. Ga ik jouw brokjes opeten? We stappen net de auto in. Ik leg heel even een plasmandje onder dit ding. Voor als het er doorheen gaat, als hij wel per ongeluk een plasje doet. Maar ik hou je nog even bij me, schat. Ja, totdat je een beetje bent gekalmeerd. Totdat het warm is. Oh. Candy zit in het vliegtuig, die weet van niks. We zijn heel eventjes gestopt, want het is best wel een lange rit. En we willen heel even kijken of hij niet moet plassen. Dus ik heb... Oh. Wat? Nee, dus uitkijkt. Ik heb het haltertje omgedaan. Kijk nou, dit letter N is een borstje. Zo cute. We zijn thuis. Bijna thuis. Ik ga hem nog heel veel daar op de grond zetten. En dan gaan we lekker naar binnen toe. Jongens, ik ben thuis. Ja, schat, je bent in je nieuwe huis. Ik wil even je lijntje eraf halen. Nou, papa is bij mij thuis, want mijn bench wordt straks nog geleverd. Maar, dan kan ik hem even neerzetten. Dit is Navy. Ja. Wat schat je? Nee, je bent wel een stuk rustiger, want je zit niet meer in de auto. Ze hebben nog niks door, denk ik. De katten liggen nog echt... Door het huis. Bruno ligt zichzelf hier te wassen. Rover. Zal ik eerst even mijn hand laten ruiken? Nou, die deed aardbeien. Had jij nou nagelknippen in jullie jaren? Als ik die heb, ligt hij daar bij de tv. Hij heeft gewoon niks door. Ja, vind het gewoon erg. Zet hem eens op de grond. We vreten hem niet op. Ja, dat denk ik dus. Het is wel een beetje spannend, hè? Maar we zijn gewoon vriendjes met z'n allen. Oh, iedereen is weg. Ik merk dat het echt goed gaat, ook met de katten. Kom! Ze denken alleen nog een beetje dat het een speeltje is, maar voor de rest gaat het hartstikke goed. Navy! Kijk, hier hebben we de kleine frummel. Maar hij doet het zo goed. En met de katten ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe Ken gaat reageren. Ik ga lekker zo zitten. Ik kan niet even op mijn schoot lekker slapen. Terwijl ik aan het eten ben. Nou, die hond is er nu achter gekomen dat hij kan blaffen. Ja? Kom,
We gaan wel van de bank af. Maar goed dat je kan blaffen. Oh mijn god, hij is bijna thuis. Ik kan niet meer. Ik tril, ik heb buikpijn. Waar is Navy? Kom! Nou, Ken is ondertussen thuis en Navy is helemaal KO. Die heeft zoveel meegemaakt alweer vandaag. We hebben met hem gelopen, hij heeft gespeeld, hij heeft thuis al geplast. Wat niet de bedoeling is, maar hey, we moeten hem wel zindelijk maken. En nu is hij helemaal, helemaal knock-out. We doen hem wel elke keer in de bench, maar hij was zo hard aan het piepen. En hij moest gewoon echt even slapen dat hij nu bij ons ligt. Maar kijk, hij doet het hartstikke goed, en ik hou ze bandje eventjes om, dat elke keer als hij dan naar buiten toe moet, dat we hem in ieder geval snel aan de lijn kunnen doen. Maar ik laat hem nu even slapen. Goedemorgen jongens, het is 7 uur 's ochtends en ik heb hier een draak lopen. Nou, ik ga even Ken halen, die is beneden. Wat ben je aan het doen? Kan je zo goed spelen? Oh, hij heeft het zo goed gedaan. Oh, ben je mijn bestje? Oké guys, ik film heel even met mijn telefoon, want mijn camera zit in mijn tas. Maar ik ben op een Lovis event, want ik ga samen met Lovis naar Coachella. Mega excited. Hier hangt al de nieuwe collectie, een sneak peek. We hebben net heel de presentatie gehad. En mijn kleine vriend is mee. Hij doet het zo goed. Nee, net zoals deze. Ja! Ja! Zo goed hier net. Heel mijn outfit is ook Lovis, maar die zal ik zo even beter laten zien. Oh, ik zie er zo mooi uit. Deze meid gaat met me mee naar Coachella. En we hebben hier de oppas Maggie. Kijk nou, hoe goed hij doet. Zo cute. Nou, we zitten hier dus bij Hasta La Vista. Echt een mega leuk plekje, maar echt zo leuk. Heel de presentatie dus. Echt. I love it. Love it. Heb je een oppas? We hebben een etentje en kijk dit. Jade. Oh, wacht. We hebben een brunch, lunch. Maar op mijn naamkaartje staat ook Navy. Nou, het tweede gerechtje is lekker kippie. Chicken. De uitlaatcrew. Uitlaatservice. Uitlaatservice. De goodie bags staan klaar. Jij hebt ook een goodie bag, hè? Ik heb ook mijn nieuwe handtas. Oh, hij ligt zo lekker. Niet normaal. Nou, dat gaan we straks eventjes unboxen. We zijn weer thuis en ik heb net mijn capaciteit om een matcha over mezelf heen gegooid. Dus dat is niet zo best. Maar we hebben niet zelf. Nee, ook over Navy. Eentje? Hoppakee. We hebben hier de goodie bags. Goed zo! Ja! Kom in! Ja! En ik ga hem eventjes unboxen voor jullie. Libby is lekker met Navy aan het spelen. Hij heeft het zo goed gedaan en hij wordt al zo goed vindelijk. Daarin zit van Clay & Glow, ik denk, de lip oil. De lip oil, maar die heb ik al heel veel, dus laat ik het ingepakt en die kan ik dan altijd aan iemand anders geven. Oordopjes, heel handig voor Coachella. En een geurcamera, ook heel leuk. Wat is dit? Wat is dit? Oh, een macro en wide angle lens. Dit is een dry shampoo. Altijd handig. En wereldstekker. Dit zijn van die heatless curls. Want sommige krultangen en zo die werken daar niet. Dus hoe maak je dit open? Hoe chill. Dan zit er nog in de Colistar Magic Drops. Die zijn echt zo chill om je gezicht te tellen. En nog een handdoek en een kimono. Nou, vet leuk allemaal. En heel veel stickers. I love it. We zitten de dag erna bij het reizigerhuis. Karin is bij mij aan het schoonmaken en ik ga hem altijd weg. En ook als ik Navy heb. Maar niet zou je denken, zo Navy is wat weet. Nee, Bibi heeft dus ook een Maltipo die al 3 jaar oud is. En die zit nu bij mij. Dora is een zij. En ze is zo groot. We dachten altijd van, oh, Dora is niet zo groot. Maar als je hem naast Navy houdt, is haar. Ik ga nu de hele tijd hem zeggen, sorry.
Dan is ze zo groot. Kijk, Navy ligt hier op de grond te slapen in het mandje van die sneeuwboel. En die slaapt altijd veel beter gewoon in een andere ruimte. Want thuis is hij veel te veel afgeleid. Wat doe jij? Maar ja, Dura die gaat de hele tijd bij mij zitten. En Navy die wil de hele tijd naar Bibi. Dus ik denk dat we toch moeten ruilen. Ik ga ermee akkoord. Dus we moeten ruilen. Ja, jij gaat ermee akkoord. Navy. Ja, die is helemaal uit zoals ik al zei. Zo, net thuis. Mijn schoonmaakster is klaar. Ik heb even wat geluncht. Maar ik zag wat reacties onder mijn Instagram post. Wat ook logisch is met mensen die zeggen hij moet genoeg slapen. En je kan hem niet al overal mee naartoe nemen. Nou, die dingen. Maar hij doet het echt super goed. Hij plast al buiten. Hij poept buiten. Hij slaapt veel. En ik moet zeggen, in de auto slaapt hij echt het best van allemaal. En op andere plekken. Want thuis is hij juist heel veel aan het spelen. Heel veel met die katten. En Navy moet ook gewoon wennen aan ons leven. Ik ben gewoon eenmaal veel onderweg. Ik doe veel dingen. Ik vind het leuk om uit huis te zijn. En ik wil niet dat ik een schrikkerig hondje heb die niet met andere mensen kan. Of niet met andere hondjes. Dus ik, ja, vanochtend was er markt. Nou ja, vandaag is er markt. En vanochtend dat ik ging om 5:15 met hem lopen. En toen waren ze de markt al aan het opbouwen. Dus dan zijn ze al bezig met nog die stalen dingen. Dus dat maakt best wel wat lawaai. Maar hij kan er echt heel goed tegen. Hij kijkt er wel naar om en hij... is wel een beetje, nou ja, natuurlijk een klein beetje bang. Maar dat is logisch. En daar moet hij gewoon aan wennen. En dat doet hij echt super goed. En hij vindt andere mensen heel erg leuk. Hij gaat met andere hondjes heel goed als we die op straat tegenkomen. Dus daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. En dit is nou eenmaal hoe wij het doen. Ik heb ook soms nog een story. Ik ben echt sporter. Maar zoals ik al zei, het is het hondje van mij en Kenneth. Dus we doen het echt samen. Hij traint elke ochtend. Dus ik zorg gewoon dat ik elke ochtend goed voor hem zorg. Eruit ga, met hem speel. Nou, echt... zoals ik al zei, ik was er 5:15 uit. Ik ben er gewoon heel veel mee bezig. Straks komt hij thuis. Ga ik lekker sporten, doe ik mijn ding. Dus we zijn gewoon even een beetje routine aan het zorgen. Aan het zoeken. En het gaat gewoon allemaal heel erg goed. Hij doet het super goed. Hij slaapt veel. En ik snap dat iedereen een andere manier van opvoeding heeft. En sommigen misschien echt denken, oh my god, laat die hond lekker thuis. Maar zoals ik al zei, zodra we in de auto stappen, slaapt hij. Zodra we in een restaurant aankomen, slaapt hij. Ik was net nog eventjes bij Bibi totdat mijn schoonmaakster klaar was. Nou, ze zijn hier onder mij nu ook aan het... oh! Aan het spelen. Maar daar slaapt hij ook gewoon lekker. Dus het gaat hartstikke goed. Ik maak hem niet onder een minuut wakker. Don't worry about him. En ik ben mega verliefd op dat Daisy. En ik heb sowieso echt een hart voor dieren. Dus ik zorg er echt wel goed voor. Ik zie nog stukjes kip hierin zitten. Ik ga even opruimen, zo mijn sportkleding aandoen. Wat eten halen. Niet voor mij, maar voor Kenneth. En dan lekker naar de gym. Oké, guys, het is alweer zondag. En dit was een wat kortere vlog dan normaal. Maar dat komt omdat ik eigenlijk alleen maar bezig was met Navy. En het is even helemaal schakelen. Mijn dagen zijn zo anders. Maar echt, alles is het waard. Ik vind het zo leuk. Vanaf morgen is er gewoon weer... ga ik gewoon proberen mijn week weer gewoon zo normaal mogelijk in te delen. En deze draak die gaat er echt vandoor met mijn telefoon, met mijn scrunchie, van alles. Wat niet. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken, te klikken op het belletje om niks te missen. En dan zie ik jullie over snel weer. Doei doei!